Dit week regende het afzeggingen en annuleringen van werkafspraken, want we zitten weer allemaal in de thuiswerkmodus. En de een die is gezond, de ander die is echt ziek, besmet en zit thuis. En anderen weer, ja, die zitten ergens daartussen en zijn in afwachting van hun testuitslag. Nou, en dan proberen sommigen, zeker als je een gezin hebt, die proberen dan desondanks ervoor te zorgen dat er iets van Sinterklaas voor kerstsfeer bij jou thuis ontstaat. En mijn moeder die heeft er een handje in om de zorg voor zowel fysiek als mentaal welzijn van haar dochter, om dat te combineren. In haar pakketje aan mij zaten namelijk een adventskalender en wat koekjes. En ook FFP2 maskers en zelftest. Die stuurt ze natuurlijk ook omdat die in Duitsland gewoon beter verkrijgbaar zijn en een stuk goedkoper. Goed, zij heeft het dus passend gecombineerd. Dat is Sinterklaas 2021. Om maar te zeggen, december, dat is toch al een drukke maand, denk ik. En voor mensen die dus nu thuis zitten met zieke kinderen, ja, die uitdaging om goed je tijd in te delen, die wordt nu nog groter. Over tijd, efficiënte tijdsbesteding en management gesproken. Als u daar een voorbeeld voor nodig heeft, dan heb ik een tip. De biografie over Jeanne Oosting, schilderes. Een heel mooi boek geschreven door Jolande Withuis. En zoals de titel al zegt, geen tijd verliezen. Deze vrouw die, nou, die laat dus zien hoe je goed met je tijd kunt omgaan. Het is een heel boeiend boek, want het is interessant om te lezen hoe deze schilderes begin 20e eeuw zich als jonge vrouw probeert te ontworstelen aan de verwachtingen die haar deels adellijke familie aan haar heeft. Verwachting is, jij moet trouwen. Zij kiest ervoor om een professioneel beroep uit te oefenen, dat van schilderes. En ik ga bij wijze van cadeautje, en omdat we toch nu al in de Sinterklaassfeer zitten, ik ga één alinea voorlezen. En dat is de alinea waaraan ook de titel Geen tijd verliezen is ontnomen. En dat gaat dus over tijdsmanagement, zoals we dat nu zouden noemen. Dan moet ik even wel naar de goede pagina. Oh. Mag ik dit aan? Sorry, man. Daar komt hij. Een kopje koffie met Oosting duurde altijd kort. Na een half uur verdween ze weer. Eén kopje koffie en weg was ze. Over buurvrouw Kruising, in wier keuken Oosting ook graag aanwipte, zegt: terwijl ik nog bezig was koffie in het filter te scheppen, zei Jeanne al: schiet je wel op, geen tijd verliezen. Jeanne liep niet, ze marcheerde. Eén arm zwaaiend en onder de andere haar tasje geklemd. Toch benadrukken beide bronnen dat haast niet het goede woord is. Jeanne Oosting had dingen te doen. Ze was altijd bezig, verspilde nooit tijd en leefde strikt gedisciplineerd. Elke dag het hele handelsblad lezen, elke dag een uur piano spelen, elke dag werken. Je mocht haar alleen voor 8 uur 's morgens en na het avondeten bellen, niet onder haar werkuren. Roland Holst, dichter en vriend van haar, mocht bij wijze van gunst onder etenstijd bellen, maar ook nimmer onder werktijd. Collega Agnes van den Brandeleer, die in het nabije Hengelo woonde, had er soms behoefte aan wat verhalen uit te wisselen. Maar Jeanne was onverbiddelijk. Een telefoon was voor zakelijke afspraken. Aan kwebbelen deed ze niet. Dan verbrak ze zonder groet de verbinding. Dat doe ik nu ook. Ik wens u een goed weekend en fijne Sinterklaas.